Dit is Gerdien Dalmerder van het actiecomité Access for All moet blijven. We staan hier vandaag bij KPN, bij de aandeelhoudersvergadering, waar we de aandeelhouders gaan oproepen om te stemmen en kritische vragen te stellen om Access for All te behouden. Hi Ray, why are you here today? I was one of the first people at Access for All in the very early days. I helped to build the company. I was there for 13 years and I absolutely love the company. Of course, I'm still a customer and I want to give it all the support because this should not come to an end. And what do you hope will happen here today at the shareholders meeting? Well, I absolutely hope that the shareholders will listen, understand what we are saying and change their minds about voting for profit, for bonus without any profit for the shareholders. Moritz, waarom sta jij hier vandaag? Nou, ik sta hier voornamelijk namens de klanten van Access for All. Ik werk al meer dan 10 jaar als storingsmonteur en installatiemonteur voor Access for All in de regio Gouda. En ik hoor al maanden dat klanten het gewoon ontzettend jammer vinden dat Access for All daar mee op zou moeten houden. Dus ik sta eigenlijk namens de klanten een beetje hier. Ja, het is wel bijzonder dat jij als installatiemonteur zelfs helemaal naar Rotterdam komt om te demonstreren om een internetprovider te redden. Ja, maar er is gewoon geen andere provider zoals Access for All. Als je als klant Access for All belt, al is het 's avonds om 9 uur, dan nemen ze rustig een half uur de tijd om je te helpen met je e-mail of met je wifi. En er is geen enkele andere provider die dat doet. Nathan, jij bent actievoerder. Waarom sta jij hier vandaag voor het hoofdkantoor van KPN? Omdat ik vind dat Access for All moet blijven. Omdat ik onder andere voor Access for All werk. Superfijn bedrijf. Dus het moet gewoon blijven. En wat voor werkzaamheden doe je voor Access for All op dit moment? Ik verricht installaties en ik verhelp storingen voor Access for All. En wat maakt Access for All nou zo bijzonder volgens jou? De keuzemogelijkheden en de supergoeie klantenservice die ze bieden. En denk je niet dat KPN datzelfde zou kunnen bieden? Nee, zeker niet. Access for All is veel beter daarin. Ik vind het geen goede besluitvorming. En dat je eigenlijk alles moet proberen om die besluitvorming ook weer terug te draaien. En daarom sta ik ook hier en support ik de mensen die naar binnen gaan en die daar dat punt aan de orde zullen stellen. En Marina, wat leuk dat je hier bent. Hoe lang ben jij al lid van Access for All? Sinds april 2004. Oeh, dat is al best wel lang, dus je hebt al heel veel meegemaakt. Ja, best wel. En waarom ben je precies klant geworden bij Access for All? Lid. Ik ben lid geworden. Nou, eigenlijk op aanraden van van iemand die zelf inderdaad al lid was vanaf het allereerste begin. En van, nou ja, Access for All is allemaal goed en appeltaart en dat soort dingen. Dus daar ben ik dus ook al vanaf die tijd al mee bekend. Als je iets voor elkaar wilt krijgen bij Access for All, moet je een appeltaartje. Ik hoop Access for All zo om in ieder geval een beetje te kunnen steunen. Want het is een prachtig bedrijf en dat mag echt niet verdwijnen. En waarom mag het niet verdwijnen? Omdat het echt is. Het voelt goed. Het is, dat voel je van binnen, dat het gewoon echt is. En hoe lang ben jij al klant? Klant ben ik niet zo heel lang, denk ik. Een jaartje of 10 misschien. Access for All moet blijven. Oké.